Dames en heren, goedemorgen. Ik heb af en toe wel te doen met u, zeker na zo'n gesprek. Veel bestuurders leven nog in het oog van de orkaan. Ik hoorde net zeggen, verandering zijn van alle tijden. Sommige bestuurders hebben door dat we echt in een nieuw tijdperk gaan leven. Alles wat Rob van Gijzel zei, ben ik het mee eens. Ik doe er nog een schepje bovenop. Wij zijn onderdeel van een omwenteling die zo fundamenteel is en ingrijpend. Als u echt zou weten wat er op u af zou komen, dan zou u hier niet zo rustig zitten, denk ik. Daar wil ik het graag met u over hebben. Eigenlijk is mijn verhaal al 20 jaar hetzelfde. Alleen 20 jaar geleden stond ik voor 10 mensen. Tegenwoordig sta ik voor 100 mensen. Dat betekent eigenlijk dat we inderdaad onderdeel zijn van een omwenteling. Mijn laatste boek, wat overigens na afloop te verkrijgen is, moest ik doorgeven. Maar dat geheel terzijde heet niet voor niks verandering van tijdperk. Nederland kantelt. En we gaan nog hele discussies voeren over de optimale grootte van een stad of een gemeente of een regio. Binnen een paar jaar helemaal verouderd. Neemt u dat van mij aan? Ik neem u mee op een transitiereis. Spannender kan ik het niet maken. Dit is de spannendste tijd die u kunt beleven en dit is nog maar het begin. Ik begin altijd met deze. Elke generatie claimt dat er veel verandert. Mijn eigen vader zei, dit keer is het anders, dames en heren. U hoeft het niet te geloven. U maakt het vanzelf mee. De laatste grote kantelperiode was de tweede helft van de 19e eeuw. Het tweede deel van de industriële revolutie, de opkomst van de nieuwe macht, de bourgeoisie. En ook de samenleving die we toen eigenlijk in de stijgers hebben gezet, want we waren nauwelijks goed georganiseerd. Dat heeft 150 jaar best goed gewerkt. Maar het werkt nu niet meer. En wij zijn nu bezig om die samenleving opnieuw uit te vinden. En we zijn ook onderdeel van opnieuw een economische transitie. En wel een digitale. We krijgen dus een spanningsveld tussen die oude en nieuwe samenleving. En die oude samenleving, die is eigenlijk heel erg hiërarchisch, top-down, centraal aangestuurd. Denkt u eens na over het woord besturen. Besturen, dat impliceert al een soort hiërarchie. Dat is volkomen uit de tijd. Die nieuwe samenleving is er nog niet. En voor veel mensen is die nog onder de radar. Maar die wordt eigenlijk per jaar zichtbaarder. En die nieuwe samenleving is veel organischer, veel natuurlijker georganiseerd. Veel meer in kleine cellen, veel meer zelforganiserend, veel meer vloeibaar en veel minder makkelijk te controleren en te beheersen. En wat doen wij in Nederland? Want geen land in de wereld, dames en heren, is zo netjes geordend. Moet u maar eens boven Nederland vliegen. Geografisch zijn we netjes geordend, maar ook mentaal. En wat u net hoorde was weer een weergave van die ordening. We willen alles maar sturen, controleren, beheersen. En dat kan niet meer in die nieuwe samenleving. Dat is heerlijk, maar je moet het wel accepteren. Als je toch de illusie hebt dat je het wil controleren en beheersen, dan kunt u beter de zaal verlaten. Ik zie niemand weglopen, dus u, ja. Of u denkt, ja, wat die man zegt klopt niet, of u denkt, ja, ik ben al goed bezig. Dat hoor ik ook vaak. We zijn al goed bezig. Nou, we zullen het zien. Het wordt steeds spannender. Kijk, ik ben een veredelde wiskundige, dus ik geef het altijd weer een transitie met een opwaartse curve. Als die lukt, de meeste transities mislukken overigens. En we komen dan op een hoger evolutionair niveau uit. Maar het duurt vaak 2 generaties. We zitten eigenlijk tussen die 2 werelden in. En mijn moeder wil nog terug naar die oude hiërarchische top-down samenleving. En mijn kinderen leven al lang in zo'n vloeibare, fluïde netwerksamenleving. En die willen vooruitspringen, maar dat gaat niet, want er zit heel veel institutionele inertia. Dus eigenlijk is het motto vooruit naar vroeger. Terug naar de eenvoud, naar de menselijke schaal, want die zijn we kwijtgeraakt, op een uiterst moderne manier. Dat is eigenlijk het motto van vandaag. En in die tussenperiode, dames en heren, is het chaos. En laten we dat vieren. Laten we vandaag die chaos vieren. Chaos betekent dus ook kans in het Chinees. Betekent ook probleem, maar het is ook een kans. Als je nou echt wil veranderen, heb je chaos nodig. Chaos betekent dat het oude niet meer werkt, dat een soort erodering van structuren en instituties plaatsvindt en dat het nieuwe zich aandient. En een transitie is eigenlijk niet meer en minder dan afscheid nemen van het oude en het nieuwe omarmen. Maar dat is lastig,
Want dan moet je dus durven loslaten. Ook als bestuurder. Dan moet je ruimte geven. Aha, daar wil ik het graag met u over hebben. In die kantelperiode moeten we accepteren dat we het eigenlijk ook niet meer weten. Elke bestuurder die toegeeft dat hij het niet meer weet, is een held. Elke bestuurder die denkt dat hij het toch nog kan besturen, moet eigenlijk zo snel mogelijk afscheid nemen. Want de overheid is op zoek naar een nieuwe rol. Die nieuwe rol is nog niet helemaal duidelijk. Traditionele bedrijven vallen om. Heel veel wat we hebben opgebouwd valt om in termen van instituties, organisaties. En er is ontzettend veel angst en wantrouwen bij burgers. Dat is trouwens ook een raar woord, burger. Eigenlijk is dit een transitie van overheid naar onderheid. En van onderdanen naar overdanen. Burger, wij zijn eigenlijk mensen en veel van ons zijn hoog opgeleid, autonoom. De mens van nu is niet meer te vergelijken met die in de 19e eeuw. Dus in die kantelperiode gaat het wrikken en dat is lastig. En de manier waarop wij dit duiden is ongelooflijk truttig. Jos van der Land zit hier, een van de helden, een van de mensen die het als eerste constateren. En probeert daar ook handen en voeten aan te geven. Daar heb ik veel bewondering voor. Ook hij schiet tekort, net als ik, in de manier waarop we het benoemen. We hebben eigenlijk kunstenaars nodig en filosofen die dat kunnen verbeelden. Dat was in de 19e eeuw ook. Participatiesamenleving is een tautologie. Participatie betekent samen, samen, is een bedacht project door de overheid. Wat er aan het gebeuren is, dames en heren, is een revolutie van onderop. En daar hebben we eigenlijk verbeeldingskracht voor nodig. En opnieuw roep ik die filosofen en kunstenaars op om dat op heel andere wijze te verbeelden. Het is ook geen hype, het is diep geworteld in de nieuwe vormen van democratie. En er zijn al een paar voorbeelden genoemd, zoals de G1000. Maar de huidige representatieve democratie werkt gewoon niet goed meer. En u weet dat, u beseft dat. Maar we hebben niet direct een alternatief, dus we moeten gaan experimenteren met nieuwe vormen van democratie. En dat zal onherroepelijk ook een schaalverkleining met zich meebrengen, dat we het op een laag lokaal niveau gaan organiseren. Maar dan wel de mensen zelf. Het klinkt als een evidentie, maar in die nieuwe samenleving staat de mens weer centraal. Zoals het ooit begonnen, want wij mensen hebben die systemen ontwikkeld en wij hebben ook de veranderkracht om die systemen te transformeren. En het is eigenlijk raar dat wij die autonomie zijn kwijtgeraakt. En dat die structuren en instituties ons hebben overwoekerd. Want dat is wat er heeft plaatsgevonden. Tot de jaren 70, 80 van de vorige eeuw functioneerde het redelijk goed. Daarna is de samenleving gaan scheuren en de economie is veranderd. En eigenlijk zie je nu steeds meer haarscheurtjes. En zie je ook dat wij weer die autonomie terug willen. En in alle terreinen die ik onderzoek, zie ik eigenlijk dezelfde patronen die onderliggen. Dat wij mensen weer die autonomie terug willen. In het onderwijs staat niet de leraar centraal of de leerling, maar de organisatie. Moet u uw kinderen maar eens aanmelden bij een willekeurige middelbare school. En dan moet u naar een voorlichtingsdag gaan. U weet niet wat u meemaakt. Dat is een wasmiddelreclame. Maar in de zorg zien we hetzelfde. We hebben de best georganiseerde, meest doelmatige, efficiënte zorg van Europa. Ook de duurste. Maar wij mensen staan niet meer centraal. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Niet voor niks zijn er duizenden menseninitiatieven, burgerinitiatieven. En die komen voort uit frustratie, uit legitimatie, positieve energie, inspiratie, wat dan ook. Op alle terreinen. En dat is dus een signaal dat het oude niet meer werkt. Mensen denken, laten wij dan laten zien hoe het wel kan. Vanuit vertrouwen. Meer dan 100 broodfondsen. Op het gebied van sociale zekerheid. Ook zo'n mooie term. Sociale zekerheid. Lijkt me niet het motto voor de komende eeuw. Sociale onzekerheid. Dit is dus kleine groepen ZZP'ers die vanuit vertrouwen elkaar helpen als mensen al dan niet langdurig uitvallen. Vertrouwen zijn we kwijtgeraakt. 500 lokale energieinitiatieven, informeel, formeel, goed georganiseerd, amateuristisch, is een signaal dat mensen het zelf willen, lokaal, schoon. Meer dan 120 lokale zorgcoöperaties groeit per week. Verontruste burgers die hun kwetsbare medeburger zo lang mogelijk zelfstandig willen laten functioneren. En wat doet de gevestigde orde? Die zegt, ach, dat gevreubel in de marge, het stelt niet veel voor. Elke grote transitie, dames en heren, begint met gevreubel in de marge. Het begint altijd klein.
En de gevestigde orde in de 19e eeuw dacht, het zal zo'n vaart niet lopen. Wat zeggen de grote zorgverzekeraars tegen mij? Het zal zo'n vaart niet lopen. Dat is meestal het begin van je eigen ondergang. Tine de Moor doet onderzoek daarna naar het aantal formele burgerinitiatieven. Dat is een minderheid. U ziet hier over de laatste 5 jaar een explosie. En niet alleen op het gebied van zorg of onderwijs, maar op alle gebieden. Dit is een vorm van georganiseerd verzet. Want soms vraag ik me af, waarom breekt er geen opstand uit? Dit is eigenlijk een deel van die opstand. We gaan het zelf doen, we zijn goed georganiseerd, we zijn zelf samenredzaamheid. Deze explosie is geen hype, dit is diep geworteld in de onvrede die er is vanuit de mensen zelf. Ik zoom nu even in op dat sociale domein. Want transitie is een van de meest gebruikte woorden in dat sociale domein. En ik wil even een paar ervaringen delen met u. We hebben het natuurlijk, dat weet u allemaal, over die drievoudige kanteling. Ik zoom even in op de jeugdzorg en de ouderenzorg. Eigenlijk gaat het om de overheveling van taken, bevoegdheden, financiën naar een lager schaalniveau. En op zichzelf is dat een goede ontwikkeling. Dat je het daar neerlegt waar het eigenlijk het dichtst bij de mensen staat. Alleen, ergens in Den Haag heeft iemand het onderscheid gemaakt tussen een transitie en transformatie. In mijn vakgebied kan dat helemaal niet. Nee, dat hou je niet in je hoofd, want een transitie is juist een cultuurverandering en een structuurverandering. Maar ergens heeft iemand dat uit elkaar gehaald. Waarvoor dank. Het levert mij nog vele jaren werk op. Maar de echte transitie is dus die cultuuromslag. En wat hebben wij gedaan? We hebben ons suf vergaderd het afgelopen jaar. Want we wilden dat natuurlijk toch weer gaan organiseren. Dus wat je ziet is dat we, als we het doen zoals we het altijd deden, gaan we dezelfde fouten maken. Met minder geld, minder mensen, op een lager schaalniveau. Gefeliciteerd. En daar hebben we werkelijk tienduizenden uren over vergaderd. Vanuit de beste bedoelingen. Want je kunt niemand eigenlijk accuseren. Maar ik geef u 2 voorbeelden uit de jeugdzorg en de ouderenzorg. Ik was vorig jaar in Amsterdam, is een nieuw plan gemaakt voor de jeugdzorg. Met ruimte voor de professionals van onderop, verschillende categorieën, heel goed doordacht. Alleen hoorde ik dat ze elke week bezig zijn met het monitoren van die professionals, organisatorisch en financieel. En toen vernam ik dat er 4500 mensen werken in de jeugdzorg, 120 instanties. Het is een industrie geworden. En die industrie verdient heel veel geld aan de jeugd. En toen stuitte ik op dit voorbeeld. Een meisje van 16 jaar, in de steek gelaten door haar moeder. Haar vader heeft ze nooit gekend. Ze heeft nog 1 houvast, haar broertje. Die heeft ze op haar linkerschouder getatoeëerd. En zij wil ten alles voorkomen dat hem hetzelfde lot treft als haar is overkomen. Dus zij leeft voor haar broertje. Zij heeft 10 jaar ervaring met de jeugdzorg. Zij zegt dus, 10 jaar jeugdzorg heeft mij niets gebracht. Ik zie steeds nieuwe mensen voor me. Ik moet steeds weer mijnzelfde verhaal vertellen. Ik zoek 1 vertrouwenspersoon. 1 maatje. Die dwars door de protocollen en de regels heen loopt. En die mij vertrouwt. En die 1 van ons wordt. Heeft u hem? 10 jaar jeugdzorg. Zo'n verhaal. Helemaal geïndustrialiseerd. Als ik dit met professionals deed, dan worden ze ook kwaad. Want ik val die professionals niet aan, maar het systeem. Tegelijkertijd zijn wij het systeem. Wij kunnen het niet buiten onszelf neerleggen. Wij hebben dit veroorzaakt. Een industrie die vanuit de beste bedoelingen niet datgene levert wat jongeren willen. Dus eigenlijk hebben we 2 werelden gecreëerd. Dat is het resultaat van 150 jaar organiseren. Een systeemwereld en een leefwereld. En de bestuurders blijven maar in die systeemwereld cirkelen. En die raken niet die leefwereld. Want de taal is anders. De beleving is anders. De ervaring is anders. En zolang wij die menswereld niet samen laten vallen met die systeemwereld, blijven we dezelfde persistente fouten maken. En die menswaarden, dames en heren, zijn zo evident. Vertrouwen, kwaliteit, tijd. Als je diep duikt in de zorg, ook de langdurige zorg, zijn er dus eigenlijk verbindingen verbroken. Eigenlijk wil je, als je zorg wil, wil je verzorgd worden door iemand die dat doet op basis van intimiteit en vertrouwen en passie en bezieling. Ik wil ook bezield lesgeven, maar wat moet ik doen, dames en heren? Ik moet studenten-consumenten zo efficiënt mogelijk door het onderwijssysteem sluizen.
En wat we hebben gecreëerd is eigenlijk een relatie tussen een leverancier en een cliënt. Wat een vreselijk woord, een cliënt op basis van rendement en op basis van efficiëntie. Ik heb 10 jaar geleden een fietsongeluk gehad, ik zal u de details besparen. Ik heb 2 jaar lang gerevalideerd, technisch bekwaam geholpen door 10 specialisten. Dank u wel, het ziet er best nog aardig uit. Maar ik ben nooit als mens behandeld, nooit. Iedereen zei, wat een interessante casus ben jij. Als je zoveel tegelijk breekt in je gezicht. Dat is al jaren geleden zegt, onderkaak, bovenkaak, gebit verdwenen, neus, oogkassen. Dat is een uitdaging zeg. En ik heb nooit een goed gesprek gehad met een specialist. Nooit. Altijd kijken ze naar je röntgenfoto's. Eén keer een dialoog aangevraagd. En na 2 minuten lag ik weer. En dan beginnen ze te praten als je ligt. Vanuit die machtsverhouding. En meestal met je mond vol. En ik stond op en ik zei, ik wil een dialoog. En die specialist zei, ja, dat wil mijn vrouw ook. Maar ik kan het niet, ik ben er niet goed in. En ik zat in mijn leefwereld en hij in zijn systeemwereld. En technisch is het goed, het is een soort loodgieter. Dat doet hij goed. Maar ik ben een mens. En het gaat niet om mij, mijn geval, maar al die 10.000 kwetsbare mensen. Die op die manier als een casus door het systeem worden gesluist. Dus eigenlijk hebben we een fundamentele vernieuwing nodig. Daar zijn we het over eens. En als je kijkt naar die echte transitie, moeten we dus de organisaties veranderen. Veel meer vereenvoudigen. Heel veel durven af te breken. Die cultuuromslag van zorgen voor naar zorgen dat. Want als u heel diep van binnen kijkt, zijn we nog steeds aan het zorgen voor. En niet zorgen dat veel mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. En de werkwijze zou eigenlijk veel persoonsgerichter moeten zijn. Dus als je kijkt naar de uitgangspunten van die zorg in de toekomst, die zijn eigenlijk zo evident. Menslievend. Je wilt toch eigenlijk menslievend behandeld worden? Mensgericht vanuit eigen kracht in eigen omgeving. En samen redzaam. Alleen, we krijgen een groeiende groep kwetsbare mensen. En die voldoen hier niet aan. Die kunnen dat niet zelf of samen. En er zijn dus nieuwe vormen van solidariteit nodig om dat te waarborgen. Maar eerst iets over dat nieuwe zorgparadigma. Want eigenlijk is dit wel fundamenteel. Het betekent dus eigenlijk dat je zo weinig mogelijk zorg wil leveren. Huh? Ja. Het betekent dus eigenlijk dat je mensen wil faciliteren. Dat je mensen wil helpen om zelfstandiger te worden. En dat vertaalt naar praktische dingen. Als helpen met het vinden van opleiding, het zoeken naar werk. Maar het betekent dus als zorgbedrijf. En ik begeleid ook zo'n zorgbedrijf. En dat is best wel spannend. Want zo'n zorgbedrijf heeft een verdienmodel wat 100% gericht is op zorgen voor. En dan vertel ik, in de toekomst is dat misschien nog maar 25%. En dan moet je dus andere competenties hebben om die mensen te helpen. Maar dan zeggen die medewerkers, ja, maar daarvoor ben ik niet in de zorg gegaan, toch? Dus ziet u het punt? Eigenlijk als energiebedrijf wil je zo weinig mogelijk energie verkopen, maar mensen helpen om energie te besparen. Als zorgbedrijf net zo. Maar dat betekent dus een fundamentele heroriëntatie binnen zo'n bedrijf. Dat betekent dat al die verdienmodellen op de schop gaan. En kent u 1 zorgbedrijf wat al zo werkt? Ik niet. En dan even het uitstapje naar de overheid, hè, die onderheid. Ja, hoe pakt die onderheid dat dan aan? Nou, ik ben werkelijk onder de indruk van al die vergaderingen die hebben plaatsgevonden. Ik ben bestookt door marsroutes, transities, spoorboekjes, arrangementen. Ik heb zelfs Rob Oudkerk als transitiemanager meegemaakt in Amstelveen. Die mij dan gaat uitleggen hoe transities werken. Ook knap. Maar we hebben sociale wijkteams, dat is het antwoord. Hè? Dus we gaan professionals bij elkaar, dat zijn de nieuwe instituties. Professionals bij elkaar stoppen. En dan, wat gaan die dan doen? Die gaan weer de wijk in en die gaan weer zorgen voor. Hè? Maar ik ben geen consultant, ik heb geen antwoord, ik heb alleen inzichten. Consultants worden hier rijk van. Mijn vrouw zegt, je moet dat ook doen, dan kunnen wij een tweede huisje nemen. Ik zeg, ja, maar dan verloochen ik mezelf. 95% van de tijd is opgegaan aan geld en organisatie. En wat laten we liggen, de cultuuromslag. En ik hoorde zeggen, oh, daar beginnen we dan nu aan. En dat gaan we dan ook weer organiseren. Maar dat kan niet, dames en heren. Dat moet ook van binnenuit en van onderop komen. Daar heb je friskijkers, dwarsdenkers voor nodig. Echt leren denken en handelen vanuit de burgers. Natuurlijk was geen enkele gemeente klaar. Het is net begonnen. De echte transitie begint nog pas. Kijk, wat zouden we dan wel kunnen doen? Eigenlijk moet je durven zeggen, het nieuwe spelveld zorgt voor nieuwe spelregels. Wij als onderheid gaan die nieuwe spelregels definiëren. En wij gaan dus schakelen tussen die 2 werelden.
die systeemwereld en die leefwereld. En dat betekent eigenlijk dat je heel scherp moet selecteren. Niet met die 120 jeugdzorginstanties, maar misschien maar met 5. En degene die niet aan die spelregels voldoen, daar gaan wij dus niet mee door. Oei, dat is lastig, want je kent allemaal wel mensen binnen die clubs, maar dat doen wij dus niet. Wij gaan selecteren en tegelijkertijd gaan we de tijd en de ruimte nemen om te experimenteren. En eigenlijk gaan we dus zoeken, leren, experimenteren. Eerst op kleine schaal, want niemand weet hoe die zorg er in zijn gemeente uitziet over 5 jaar. En dan proberen we datgene wat je leert op te schalen. Als ik kijk naar een willekeurige organisatie van een gemeente, dan schrik ik me te pletten. Dit is een voorbeeld van zo'n hiërarchie. Eigenlijk nog 19e eeuws. Afdelingjes. Ik zal de naam niet noemen, want dit is Rotterdam. Maar dan moet u kijken hoe dat georganiseerd is. En dan gaan wij daar integraal doorheen. Dit kan toch niet? Ja. Dus het is geen project, maar het is een proces wat nog vele jaren duurt. En dat betekent dus ook dat die organisaties op de schop moeten. En ik sluit af met de kunst van het veranderen, want mijn vakgebied is ook een soort kunst. Ik kan het niet beter duiden dan door een filmpje te laten zien over pinguïns. Als zelfs pinguïns kunnen veranderen, dan kunnen wij het ook. En dat wilde ik eigenlijk in 1 minuut laten zien. Geniet u even van pinguïns. Want pinguïns lopen net als bestuurders allemaal achter elkaar aan. Maar soms stappen er mensen uit de rij en wordt er een nieuwe orde gecreëerd. Maar ja, je gaat wel eens onderuit. Dan heb je eigenlijk een tweede nodig, een verbinder. En een derde, en een vierde, en een vijfde. En de oude orde heeft een nieuwe orde nodig. En je hebt kantelaars, die kunnen een nieuwe orde creëren. En een nieuw pad inslaan. Maar ja, je komt nogal wat weerstand tegen onderweg. Want veel mensen willen helemaal niet veranderen. Je kan worden opgegeten, heftige weerstand. En soms lukt het door de juiste combinatie van een kantelaar, een koploper en een verbinder. En dat is de start van een nieuwe beweging. En dan lopen we weer allemaal achter elkaar aan. En dan zult u zeggen, daar zijn we weinig opgeschoten. Maar dat is niet waar, want we komen wel op een hoger evolutionair niveau. We zijn beter voorbereid voor de nieuwe tijd. Mooi filmpje of niet? 2 lessen dus. Veranderen gaat in fasen en in segmenten. En we veranderen nooit allemaal tegelijk. En er zijn altijd een paar van die gekken die eruit stappen. Maar de echte koplopers hebben ondersteuning nodig, rugdekking van verbinders. En die hebben weer rugdekking nodig van iemand die het georganiseerd krijgt. 1 kantelaar, een verbinder en een koploper. Vraagt u zich af in uw organisatie, wie is mijn kantelaar, wie is mijn koploper en wie is mijn verbinder? Ik ga langzamerhand afronden, want de organisatie zit achter mij aan. Want we moeten efficiënt moeten we door het programma. Paar lessen nog. Ga het nou niet zelf organiseren komende jaren. In vredesnaam. Doe het niet. Laat anderen het organiseren. Haal die ambtenaren achter hun bureau vandaan. Elke ambtenaar die nog 4 van de 5 dagen of misschien wel 5 achter zijn bureau zit. Stuur hem die wijk in. Reken niet af op resultaat, want wat is dan het resultaat? En als je monitort, doe om het ervan te leren, niet om aan een norm te voldoen. Ga ook niet die sociale wijkteams, maar in vredesnaam doe het niet. Bel mij op en vraag om eerste hulp bij transities, dan kom ik langs. Zet je open voor leren en experimenteren, want dat is eigenlijk hoe je verder komt. Fouten mogen maken, fouten durven maken. En geef richting door die heldere spelregels. Leg de lat hoog, geef richting en bied ruimte aan die burgers en professionals. En reflexiviteit is een voorwaarde. Dus durf je je eigen voorwaarden, durf je je eigen uitgangspunten ter discussie te stellen. Alleen dan kom je verder. Niet alleen door reflectie, want dan spiegel je aan anderen, maar ook spiegelen aan jezelf. Inzichten om af te ronden. 1. Decentralisatie is geworteld in een kantelende samenleving. Dat duurt nog decennia. Dat is een zoektocht. Daar moeten we tijd en ruimte voor nemen.
Gemeenten moeten duidelijke spelregels opstellen. Die kun je ook weer aanpassen aan de hand van nieuwe inzichten. En reken in vredesnaam niet op resultaten af, maar op experimenten. Dank u wel voor uw aandacht. Blijf nog even, één tel. Want ik heb wel nog een vraagje. Oh jee. Nee, ik vond het echt een heel mooi verhaal. Dank u wel. Terug vooruit naar vroeger, prachtig. Ja. Maar er zijn wat woorden die gewoon, zeg maar, outdated zijn. Hè? Besturen, onderdanen. Ja. Maar toen zei u de burger, dat is ook zo'n raar woord. Ja. En ik dacht, misschien is dat niet alleen maar in het Nederlands. En als je kijkt naar hoe de toekomst eruit gaat zien, dat juist het woord citoyen of civilian eigenlijk juist fantastische woorden zijn voor de rol van die burger in de toekomst. Ja, dat vind ik ook. Maar ik heb laatst, ik werd geïnspireerd door Stef Bos. En die zei, waarom verfransen wij, verengelsen wij onze taal? Wij moeten op zoek naar Nederlandse woorden. Hij had een prachtig Zuid-Afrikaans woord voor iPad. En dat vond ik eigenlijk, ik zit eigenlijk te zoeken naar dat woord nu. U moppert over dat burger. Nee, maar we moeten dus ook wel Nederlandse woorden vinden, dat is mijn punt. Stedeling, ja. Ja, stedeling, daar word ik ook niet echt gelukkig van. Nou goed, gaat u daarover nadenken? Daarom zeg ik, we hebben ook de kunstenaars nodig om met nieuwe woorden te komen. Mensen, ja. Nou, we gaan erover nadenken. Heel veel dank, Jan Rotmans. Graag gedaan.